Goedemorgen. Het is nu 10 uur. Eigenlijk hadden we nu al bij mijn broertje moeten zijn voor de boxmatch van de eeuw in Amerika. Ik heb vannacht zo lang zitten hoesten en zo hard en eigenlijk mij en Stefan de hele tijd wakker gehouden. Dat we hebben besloten om gewoon even te relaxen en even een time-out te nemen. Misschien gaan we later even met mijn broertje eten, maar voor de rest hebben we vandaag eigenlijk geen plan. Het is ook een zondag. Gewoon eventjes relaxen en rustig aan doen. Oh yeah, havermout ontbijt met dit uitzicht. Ik ben echt een draak als ik niet snel genoeg kan eten in de ochtend. Mijn vriend is daar wat relaxter in. Ik ben daarom gisteren naar de supermarkt gegaan, heb alvast havermouten en bananen gekocht. En dan kan ik alvast eten, heb ik in ieder geval iets in mijn maag. En dan wanneer hij wakker is, kunnen we natuurlijk altijd een tweede ontbijt doen. We kunnen mijn broertje zo meteen hardcore jaloers maken. Hij heeft de boxmatch van de eeuw, maar wij hebben tafeltennismatch van de eeuw. Hey, kijk eens wat ik onderin mijn rugzak vind. Ik denk dat ik ze gewoon in al mijn vermoeidheid er snel in heb geknald. Ik ben blij dat ik ze weer heb. Hey, wij gaan lekker lunchen en naar mijn broertje toe. Ik ga even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een rozenkrans die ik gekocht heb in Shanghai. Ik kom mij opgezet, want er is geen enkele reden om niet elke dag een rozenkrans te dragen. Gewoon doen op vakantie. En dan heb ik aan een... Dit is een onderjurkje. Wacht zo. Dit is een onderjurkje. En een witte stippelrok met een doorschijnende tulle eroverheen. Ik heb sokjes aan en mijn zilveren schoentjes. En dus voor het geval je denkt, why doe je dat? Nou, in Zuid-Korea is dat super hip. En ik vond het echt vet cool. En ik hou niet van super brave outfits. Kijk, als ik hier sandaaltjes onder zou doen, dan is het echt zo'n prinsessenlook. En ik ben daar gewoon niet van. Ik hou er gewoon van als er iets stoers in je outfit zit. En dan hoeft niet iedereen dat mooi te vinden, zolang ik er maar gewoon zeg maar blij mee ben. Oh ja, en voor het geval je denkt van, hoezo zie je eruit alsof je naar een festival gaat? Je gaat toch gewoon chillen bij je broertje, het is een zondag en relax, bla bla. Nou, ik heb 3 maanden lang letterlijk moeten doen met 7 t-shirts en een lange broek en een korte broek. En ik heb mezelf echt beloofd, als ik in Hongkong ben, wil ik gewoon elke dag echt moeite doen om er leuk uit te zien, want dat is gewoon iets wat je heel erg mist op reis. Je kan niet zomaar even je hakjes uit de kast trekken en je mooiste jurkje en dat soort dingen, want dat heb je gewoon niet bij je. En vaak is, weet je, is de gelegenheid er ook niet naar. En nu maakt het me niet uit dat de gelegenheid er niet naar is. Ik heb gewoon zin om me helemaal op en top aan te kleden, dus dat heb ik lekker gedaan. Even lunchen met weer zo'n stenen potmaaltijd. Ik heb zalm, sojabonen en een eitje. En het vette is, deze pot is dus zo heet dat je eten gewoon recht voor je neus wordt gegaard. Stefan heeft rijst met kip en champignons, of nou ja, gewoon paddenstoelen. Lekker! We zijn nu bij Nies. Hoi Nies. Leef je nog? Oh, nee. Nies is gisteren nog uitgegaan. Hij was 4:30 thuis. En toen is hij weer om 9 uur is hij opgestaan voor de boxmatch. Der boxmatches. Stefan en hij gaan nu gamen en ik ga chillen. Een beetje doen. Tukkie tijd! Trouwens, ik heb jullie mijn broertjeshuis nog helemaal niet laten zien. Hij heeft echt serieus een vet groot huis voor Hongkong standaarden. Huizen hier zijn is gewoon super klein. Als je een woning hebt van 50 vierkante meter is dat vrij groot en daar woont dan een heel gezin in. Hij heeft echt mazzel gehad met wat hij nu heeft. Dit is zijn uitzicht. Hij zegt, ja, dat is het rijke gedeelte. Die mensen hebben echt een zwembad, een service apartment en dat soort dingen. Ik zeg party crash eigenlijk. En dan is dit zijn slaapkamer. Hier zo. Dit zijn... Hierboven zijn de kasten niet. Ja, aan deze kant. Aan die kant dan. Dit is gewoon zijn grote kast. Nou, dat heb ik ook gewoon in mijn slaapkamer. Daar heeft hij ook nog allemaal opbergruimte. Dit is super efficient, is het eigenlijk ingericht. En dan hier in de woonkamer. Hier zo. Oei! En dan, Care Bear Lazy Ass zit aan die kant. Dus die gaan we even niet filmen. Maar goed, daar heb je dus een bank. Ja. Daar heb je een bank. En dan is dat televisie, lalala. En dan heeft hij een keuken. Dit is ook echt vet luxe hoor, de keuken die jij hebt. Mm. Dat kun je in Amsterdam soms niet eens. Oei. Dit en dan zijn badkamer. Die linker. Deze? Nee, de linker. Nog meer naar links, ja. Deze? Nog één. Deze, oké. Okay. Dit is zijn badkamer. Hi! Yes, yes.
En dan, ja. Zo. Het is echt... Voor Hongkong-standaarden is dit echt groot. En hij zit ook niet eens zo ver van het centrum af. Nies, hoe lang zit je van Central? 20 minuten? Ja, supersnel. Echt gewoon direct op de rode lijn. De heel, heel relaxed huis. Wij zijn onderweg naar Changsherpo. Dat is een wijk in Hongkong waar je heel goed elektronica kan shoppen. Mijn tripod, dus tijdens de reis, is een stuk gegaan. Dus ik ga even kijken of ik een nieuwe kan scoren. En de buurt waarin mijn broertje woont is eigenlijk echt een super Aziatische buurt. Je hebt in Hongkong heb je echt wel een tweedeling. In Central, dat is echt meer het westerse gedeelte waar ook heel veel expats wonen en waar ook heel veel bedrijven zitten. En dan heb je Kowloon, dat is zeg maar aan de kant van het vasteland. Dat is veel meer Aziatisch met als toppunt mijn allerfavoriete wijk Mongkok. Daar ga ik nog zeker heen deze week. Daar is elke avond dus het Koninginnedag. Dat kan je ook zien in mijn reisgids van Hongkong van vorig jaar. Mijn broertje woont een klein beetje aan de linkerkant. Bovenin, niet bij de New Territories. Dat is helemaal zeg maar, tegen het vasteland van China aan. Maar nog steeds wel echt dichtbij Central. En deze buurt die doet me ook heel erg denken aan Mongkok. Gewoon echt dat hele fijne, echte China gevoel om het zo maar te zeggen. Maar dan niet zo druk, want Mongkok is wel echt... Oh, mijn kop is zo druk, echt waar. Sasa, de beautywinkel in Hongkong. Ze zit echt overal op elke straathoek. Natuurlijk ga ik nog even winkelen, maar niet vandaag. Ik word alleen altijd zo blij als ik het zie. Oh my god, er zit gewoon een achtbaan in een winkelcentrum. Ik moet in die achtbaan. I have to. We zijn nu bij Dragon Center. Alleen om te eten, maar die achtbaan die staat nu al meteen op het to-do-lijstje. Vet cool. Oh my god, we hebben de food court from heaven gevonden. Ze hebben hier echt zoveel eten. Natuurlijk Chinees eten, Taiwanees, Japans, Koreaans, maar ook Turks. Echt, oh, ik hou van Turks eten. En Indian, echt Indian. Oké, ik ben voor Turks eten gegaan. Turkse linzensoep en falafel. Als je het hebt over eten wat ik mis in Nederland, dan is dat absoluut niet de standaard dingen zoals pasta, pizza of whatever. Maar echt Turks eten, oh, I love Turks eten. En ik zou heel graag mijn eigen linzensoep weer willen maken. Daar kom je ook zoveel trek in. Trouwens, ik zou ook echt zo graag door Turkije willen backpacken. Niet zeg maar de toeristische delen, maar echt de Turkije met gewoon oude mensen die misschien 's avonds geen licht hebben of iets of zo. Het eten, oh, de Turkse eten, dat lokt me zeg maar als zo'n liedje van oh, kom naar ons land. Dus Turkije staat ook zeker op mijn bucketlist om te bezoeken. Stefan is voor Indiaans eten gaan. Wat is het? Een biryani, denk ik. Ja, ziet er ook echt lekker uit. Ik heb ook nog Turkse yoghurt met komkommer en knoflook gehaald. Jajik, als ik het goed uitspreek. Vet lekker. Nies heeft ook Turks gehaald, een soort van samosa's en... Turkse pizza. Ziet er wel anders uit dan onze traditionele Turkse pizza, maar dit is wel echt typisch Turks ook, met die vorm en zo. Oh, lekker. Wij gaan zo meteen lekker slapen. Mijn vriend is strepsels van mij aan te halen. Ik ben nog steeds aan het worstelen met mijn veten tegen de kriebelhoest. Vind je deze vlog leuk en wil je nog meer zien? Dan kan je hiernaast alvast een andere aflevering vinden. Ben je al geabonneerd? Je bent echt de bom, dankjewel. Ben je nog niet geabonneerd? Dan kan je dat hieronder doen. Dat is heel makkelijk. Maar dan krijg je alle updates automatisch binnen. Dankjewel voor het kijken. Welterusten en tot morgen.